Oké, daar gaan we. Rustig sparren. Hush! Hartstikke warm buiten en toch komen jullie trainen? Ja, want er is niet voor niks een sportschool. Daarom komen we hier gewoon te trainen, ook al het is warm. Het is zaterdag vechten, dus het is al een paar weken dat er volop getraind wordt. De bedoeling is goed voorbereid te zijn. En wat dat betreft doen deze meiden beslist niet onder voor de jongens. Ik denk wel dat de meisjes meer zin hebben dan in trainen dan de jongens. Want de jongens, sommige jongens die zijn heel lui en die hangen op de broekzakken. Ik heb hier gewoon toppers lopen. Zoals Jenna, die op 15 juli in Engeland voor de Europese titel vecht. Kickboksen is alles voor haar. Stel dat je een slechte dag hebt, kan je toch een beetje alles kwijt. Niet hard, denk eraan dat je zaterdag moet vechten. Volgens Ubeda doen de meisjes het zelfs beter dan de jongens. Meiden die luisteren beter. Die geven een opdracht mee in de ring, ze voeren het uit. De jongens is het vaak van, oh ja, ja, het zal wel. Die denken dat ze het zelf wel weten. Die denken dat lossen we zelf leven op. Terwijl ze klappen krijgen en dan kijken ze aan wat moet ik doen. Maar dat hoef je deze meiden niet te vertellen. Ze zien het jeugdgala van morgen vol zelfvertrouwen tegemoet. Ik ga gewoon winnen. Ik ga gewoon winnen en heel hard knokken. En mijn tegenstander zeggen dat dit mijn huis is en niet zijn huis. Ja, thuiswedstrijd moet je winnen. Ja.